hip in je in hip -hop, hip op in your... je ja, Kijk bijvoorbeeld naar nou, Kwet Marokkana. Het, het, het was een commercieel succes. Maar dat is weer uh, niet te vergelijken met een commercieel succes van Lange Frans en Baas B of Ali B. Het, zijn, het is toch een heel ander uitgangspunt. Uh, waar bijvoorbeeld Kwet Marokkana geboycot werd door de radio of whatever, uh, door de normale kanalen eigenlijk. Uh, ...werd bijvoorbeeld de Lange Frans en Bas B, mede door inhoud van hun teksten... Uh, ...werden wel wat meer geaccepteerd door de mainstream uh, kanalen. En uh, ja, een, een track als kut Marokkanen is gewoon puur op kracht van, ja, van het volk eigenlijk doorgebroken. Uh, dus het is gewoon een hit geworden. En dat had ik ook nooit gedacht dat het uh, in, de, ja, in de top. Wat is het? Volgens mij heb je als hoogste notering uh, nummer drie gehad. Uh, ja, dat had ik nooit, nooit gedacht. En helemaal niet dat zoiets kan zonder uh, de steun van radio. Want ja, iedereen zegt altijd hoe belangrijk radio is. Maar dat is dus het bewijs dat je ja, de traditionele kanalen eigenlijk niet nodig hebt als je. Het publiek geeft wat ze willen, weet ze je toch te vinden.